van Schouw, ik ben Noordin Wouter. Ik ben benieuwd wat ik vandaag ga leren. Nou, ik ben Noordin. Ik vind het heel leuk dat u mee wilt doen aan mijn interview. Want u bent niet zomaar een trainer. U bent u bent bij mijn eerste jaar bij Ajax, want u bent trainer geweest. Dus dat maakt het heel speciaal. Klopt, heel leuk. En ook fijn dat je een uitnodiging heb gekregen om dit interview te mogen doen. Kwaliteit is heel belangrijk in de sport. Ik denk dat u net als ik de wedstrijd van 2 jaar geleden PSV Ajax nog kan herinneren. Kunt u daar wat meer over vertellen wat u met ons hebt gedaan? Ik heb jullie eigenlijk een beetje het gevoel gegeven om een topwedstrijd te gaan spelen. Een topwedstrijd houdt in dat je alle spelers eigenlijk die op het veld staan, dat die gewoon allemaal heel erg goed zijn. Dus dan is het eigenlijk de truc voor de trainer om de spelers zo voorbereid te krijgen dat ze net iets harder werken en net iets slimmer zijn dan de tegenstander. Ze kunnen allemaal echt goed voetballen. Dus wat ik had gedaan is allerlei trucjes bedacht om jullie scherp te krijgen. Nou, daar was je bij. Toch? Ja, en kunt u ook wat trucjes vertellen? Nou, bijvoorbeeld de warming-up, hè? Ja. Dat we allerlei oefeningen gaan doen, waardoor je eigenlijk heel veel energie krijgt, heel erg wakker wordt. En als ik bijvoorbeeld, als ik nou ga zeggen over de tegenstander dat ze ons heel erg willen gaan vernederen, bijvoorbeeld, dan denken jullie allemaal, nou, dat gaat niet gebeuren. Ze gaan ons niet vernederen. Dus door bepaalde dingen te zeggen, krijg ik eigenlijk in jullie hoofd en dan gaan jullie erover nadenken, denken jullie van hey, nou, dan ga je bepaalde dingen activeren waardoor het eigenlijk niet gebeurt. Anders, wij gaan hier winnen. Yes. We doen allemaal ook echt dik van een doelen. Klopt. 39-9. Dat is het resultaat uiteindelijk, hè? Ja. U heeft als jeugdspeler van Ajax 1 gehaald en toen de Champions League gespeeld. Wat heeft u in de jeugd geleerd wat u bij die wedstrijden gebruikt hebt? Nou, toen ik bij Ajax kwam was ik 15, ik kwam in de B2 en ik kwam toen van Sebergia en ik was een speler die eigenlijk heel veel op talent deed. Dus geen extra dingen, ik kon gewoon goed voetballen. En toen ik bij Ajax kwam, toen kwam ik gelijk in het systeem 4-3-3 voetballen. In de tijd was ik nog spits, scoorde ik heel veel goals. Super snel, heel explosief. En op een gegeven moment ga je een hoger team, hè. En dan krijg je tactiek. Tactiek betekent dat er bepaalde afspraken met elkaar gemaakt worden. Nou, voor buitenspelers of aanvallers was de vooractie heel erg belangrijk. Ja, goede aannames. Maar vooral zo snel mogelijk de diepte bereiken. Dus op een gegeven moment heb ik die dingen mezelf goed aangeleerd. Waardoor we gewoon als team veel prestaties hebben gehaald, zeg maar. Veel wedstrijden gewonnen, prijzen hebben gewonnen. En dat maakte de weg naar het eerste elftal ook veel en veel makkelijker, omdat het herkenbaar was. Ja. En toen we in de Champions League speelden, wat heb je toen geleerd in de jeugd, in de B2 of B1? Nou, in de jeugd, hè, is omgaan met het, de kijk, iedereen verwacht van ons te winnen. Dus dat is een bepaalde druk en daar leer je mee omgaan, dat je altijd de beste speelt om te winnen. Dat is er eigenlijk niet bij hoort. Ja, dus je moet elke keer jezelf opladen. Oké, ik ga weer een wedstrijd spelen. En op dat moment geldt het. Weet je wel, voor wat ga ik nu doen? Morgen, als de wedstrijd voorbij is, moet die knop om. Morgen staat er weer een andere training. En dan 2 dagen kan er zomaar weer een belangrijke wedstrijd staan. Dus wat ik geleerd is, onder die druk, elke keer mezelf goed voor te bereiden. Mentaal kan ik weer sterk te zijn. Dus dat ik, als het van me gevraagd wordt, gewoon weer in staat ben om goed te kunnen spelen. En heb je dat ook toen gedaan? Ja, want ik heb in de B2 volgens mij de meeste goals gescoord in de jeugd. Ik heb denk meer dan 50 gescoord. Ik ben kampioen geworden. Toen speelden we in de B1 competitie. Toen ging ik naar de B1, toen ben ik weer kampioen geworden. Ook topscorer in mijn team. Toen sloeg ik het team over. Toen ging ik naar de A1. Toen kwam ik het team met Peter Kluivert. De trainer was toen Cole Ariansen. Toen heb ik 26 goals gemaakt in de landelijke competitie. En toen ben ik bekroond als beste speler van de Coca-Cola competitie. En toen heb ik ook contract gekregen. En toen heb ik ook uiteindelijk mijn debuut gemaakt op deze dag. En ik weet dat je samen met de Kluivert je debuut hebt gemaakt. Klopt.
was tegen RKC. Ik kwam op de bank. En op een gegeven moment in de tweede helft moest ik gaan warmlopen van Louis Vergaal. En toen stond het moment dat ik moest gaan wisselen. Dus toen kwam ik erin. En ging wel lekker. Ik kreeg de eerste bal meteen flitsende actie. Buitenkant buitenom passeren. Voorzet. Maar ik ga gewoon schot doen. Ging net naast. En zat er lekker in. En toen op een gegeven moment kreeg Van Vossen de bal aangespeeld in de spits. En die ging dribbelen, die draaide zich open. En toen zag ik een kans. Ik denk van, hé, dit is een mooi moment, dit herken ik. Dus toen ging ik heel snel tussen de linie sprinten. En toen kreeg ik de bal mee in de 16. Toen maakte ik een halve slijding. Dus ik zo door de benen van de keeper in doen. En toen deed ik thuis met de buurt ook nog gescoord. Was dat je mooiste moment? Dat was het mooiste moment, zeker. Dat snap ik. Want je maakt, de omschakeling van, ja, zeg maar, jeugdspeler. Nou, betaald voetbal. Ja, en dan nog scoren of je debuutwedstrijd. Dat maakte het sowieso. Hoe oud was u toen uw debuut maakte in het eerste elftal? Ik was 4 dagen 18 jaar. Dus ik was net 18 geworden en toen maakte ik mijn debuut. Dat is eigenlijk een mooi cadeautje. Ja, prachtig. Prachtig. Ik laat even een beweging zien van echt mijn tijd, 95. Was ik echt aan het oefenen op het pleintje. En dit was toen heel erg in. Dat is deze. Hup. Je maakt een stap. Voet op de bal is wel belangrijk hier. Je maakt een stap erachter, dan gaat hij omhoog. Nou, als je omhoog gaat, kan je allerlei dingen doen. Dus, hup, die doen. Je kan hem ook in één keer pakken met je hak. Hup. Ook hierheen. Ja, je kan ook zeggen, ik maak er een paas van. Dus heb je 3 voorbeelden gezien. Dan doe je gewoon. Hup. Paas. Nee, kijk. Maar je moet echt een stap maken. Dus laat hem los hier. Zie je dat? Gaat hij vanzelf stuiteren. Nou, als hij omhoog is, kun je alles doen. Zie je dat? Ja. Hier moet je hem hebben. Pak. Hup. Heeft u in de Arena gespeeld? Ja, ik was in de periode dat de Arena werd gebouwd, speelde ik bij Ajax. Dat was 96-97. En dat jaar, dat was sowieso mijn laatste jaar bij Ajax. En de eerste wedstrijd in de Arena was tegen NAC Breda. Stond ik in de basis. En Pelé was aanwezig. Die was voor de opening van het stadion, zeg maar, was die komen kijken. Ja, toen werd ik man of the match. Dus ik speelde een hele goede wedstrijd. En ik gaf de assist op Kiki. 1-0. En dat was de eerste goal in de Arena. Dat is wel mooi. Mooi, hè? Ja. Juist. Nou, die kant. Ik weet dat u een eigen voetbalacademie heeft, de Wouteracademie. Hoe bent u begonnen met het oprichten ervan en de naam misschien en zo? Nou, het was eigenlijk toen ik terugkwam uit het buitenland. Toen had ik samen met wat vrienden van mij bedacht dat we bij een voetbalvereniging gingen spelen, maar ook de jeugd gingen trainen. Dat deed ik in Amsterdam-Noord. Nou, uit dat traject, zeg maar, ja, ging ik ook eigenlijk gewoon jongetjes apart trainen. En dat ging eigenlijk heel snel. Ik had er eerst 2 of 3. En het werd steeds groter. Op een gegeven moment ben ik dat serieuzer gaan doen. Dus toen kreeg ik een voetbalschool erbij. Naast de voetbalvereniging. Maar de voetbalschool vond ik eigenlijk het leukste. Omdat je dan, ja, dan komen toch leuke jongens naar je toe. En je kan individueel met ze aan de slag. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, weet je wat. Ik ga het meer naar opleiden. Ik kan nog beter. Toen ben ik gaan nadenken over de naam. Toen het makkelijkste is gewoon mijn eigen naam. En dus toen is de naam Wouter Academy ontstaan. En dat ben ik eigenlijk gewoon wat serieuzer gaan doen. Dus eigenlijk elke dag trainen. Ja, en nu is het heel erg druk. Hoe oud was u toen u ermee begon? Ja, ik was 33. Hè. 33 was ik toen ik ermee een beetje mee begon en zo. Rustig uitbouwen en nu ben ik inmiddels 39. En hoe oud was ik toen het echt de Wouteracademie kwam? Oh, dat is nu al zo 3 seizoenen hoor.
drie of vier seizoenen, ja. Ja, dat ik de naam Wouter Kidding heb gebruikt. Dus dat is al een tijdje weer, hè? Wat is uw belangrijkste les als trainer in die tijd en als speler? Nou, nu dat ik trainer ben, begrijp ik alle opdrachten en alle uitleg over oefeningen en afspraken van de trainers die mij toen hebben aangeleerd. Omdat het wordt nu herkenbaar, ik sta nu ook aan de zijkant. Ja, dus het zelf doen, jij bent ook een speler, het zelf doen is altijd makkelijker dan iemand iets te laten doen wat je graag zou willen. Ja, dus wat ik nu belangrijk vind en wat ik probeer te doen is, dus eigenlijk probeer je les te geven, hè? Dus mensen dingen te laten doen dat ze zich goed kunnen ontwikkelen, zodat ze zich beter kunnen voelen en beter kunnen presteren. Dus ik zoek een balans in het, zeg maar, hoe je het kan doen, maar jij vooral het zelf mag toepassen. Snap je? Dus het is eigenlijk van, hoe kunnen we nou zo goed samenwerken met elkaar, dat jij van mij kan leren, maar dat je ook de ruimte hebt om je eigen ding te doen. Snap je? Geef maar een voorbeeld. Als ik nou zeg van, we gaan latje trap doen. En ik zeg van, kijk, ik doe het zo. Hup, hoor het er even. En jij zegt van, trainer, boom, je doet hem zo met je hak. En je raakt ook de lat. Welke is dan het beste? Ik denk de tweede. Waarom? Ik denk het weet. Dat eigenlijk wat ik probeer te zeggen is, als je je doel moet bereiken, als jij het talent hebt, of misschien heb jij meer inspiratie of meer talent dan een ander, en jij een middel vindt om het doel te bereiken, is dat ook goed. Want het ging toch om het doel bereiken. Ja. En die ruimte, daar gaat het om. Als ik alles voor ga zetten, misschien ik ben rechts en jij bent links. Nou, dan is het sowieso al een verschil, want jij doet met een ander been. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is. He, dus niet goed bestaat eigenlijk niet. Als je nou probeert het doel te bereiken en daarin beter te worden. De beste manier, de beste oplossing te vinden. Prima. Snap je? Ja. Dus dat is eigenlijk het Ajax betaald voetbal, het eerste. Toen verhuisde naar Real Zaragoza, 2 jaar gevoetbald. Na Real Zaragoza ging ik naar Engeland, bij Watford, de Premier League spelen. Na Watford ben ik 1 seizoen in Nederland komen voetballen bij RBC. Na RBC ben ik naar Anotisis van Augusta, dat is op Cyprus, verhuisd. En toen had ik in 3 maanden eigenlijk al een transfer gemaakt naar Panathinaikos. Kom ik daar weer ook weer in de Champions League te voetballen en zo. En na Panathinaikos ben ik naar Turkije verhuisd, Sivasspor. En van Sivasspor heb ik nog een half seizoen bij AEK Larnaca gevoetbald op Cyprus. En toen was ik 33. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland. En toen ben ik begonnen eigenlijk met het trainerschap. Het zijn hele mooie clubs. Ja, hè? Ja. Mooie ervaringen, veel talen geleerd, veel culturen gezien. Dus ik heb eigenlijk best wel veel gezien, verschillende manieren van voetbal, ervaringen. Dus, goede periode. Bent u liever voetbalspeler of voetbaltrainer? Nou, ik, op dit moment vind ik de combinatie vind ik het mooist. Dat je gewoon nog lekker kan voetballen, maar dat je ook lekker jeugd en spelers kan helpen om beter te worden. Dus de combinatie voetbaltrainer, spelen, trainen, vind ik het mooist. Kan je me ook voorstellen? Ja, het is toch, als je elke dag, wat ik nu doe, ik ben elke dag aan het trainen, ik geef trainingen en speel ook gewoon nog wedstrijden mee. Zoals vorige maand hadden we, of anderhalve maand is het alweer, hadden we een wedstrijd bij Real Madrid, tegen Real Madrid Legends. Ja, dat heb ik gezien op tv. Ja, dat zijn gewoon hele mooie momenten dat je nog lekker kan spelen, weet je. Dus de combinatie vind ik mooi. We kennen elkaar al van 2 jaar geleden bij Ajax. Kunt u mij de ultieme tip geven die ik mee kan krijgen voor later in de toekomst? Goede tip is om goed om je heen te blijven kijken. Altijd nadenken over, want er gaan een heleboel dingen gaan er goed. Dus ook altijd met je vader of met je moeder even praten van, wat ging er goed? Maar ook altijd kijken van, wat kan er beter? En
Ik ben 39 en ik ben nog steeds elke dag aan het trainen om beter te worden. Dus het stopt eigenlijk niet. Ja, dus als je altijd bezig bent met beter worden, dan ga je op een gegeven moment gewoon heel hoog voetballen. Dat kan niet missen. En als jij het gevoel hebt dat je ook die stappen maakt en dat het ook elke keer beter wordt, dan ben je op de goede weg. Dankjewel voor de tip. Geen dank. Kun je mij een stukje van jouw talent leren? Ja. Wat je kan doen, je hebt tegenwoordig je telefoon een notitieboekje in. Daar schrijf je voor jezelf op wat je graag wilt bereiken. Okay? En daaronder schrijf je op hoe je dat gaat doen. Okay? Dus voorbeeld, ik wil zo hoog mogelijk voetballen en een mooie carrière maken. Hoe ga ik dat doen? In ieder geval door met hele goede trainers, begeleiders te gaan werken. Heel veel uren erin te stoppen en me focussen. En wat is focussen? Dat op het moment dat ik bezig ben met training, bezig met trainen. Wanneer ik klaar ben, gaat de klok om, ga ik doen wat ik daarna wil doen. Maar als het om trainen gaat, ben ik bezig met trainen. Binnen trainen doe je dan weer, wat ga ik doen? Wat wil ik ontwikkelen? Nou, ik heb net al verteld, wat kan ik beter doen? Dat zijn vier dingetjes. Daar ga ik aan werken. En hoe meer uren je maakt, hoe sneller en hoe makkelijker het voor je wordt om je doel te bereiken. En waarom zeg ik, zet het in je telefoon? Je hebt wel eens momenten, zeg maar zoals nu, dan gaat het regenen en dan vragen we ons af, waarom was ik nou net zo enthousiast toen de zon schijnt? Wat was het ook weer? Dus dat betekent, je bent het even kwijt. Dat kan. Nou, dan ga je in een notitieboekje en dan staat het weer opgeschreven. Wat was ook weer je doel? Zeg, oh ja, daar was ik mee bezig. Dat was mijn doel. Oh ja, hoe ging dat ook weer doen? Oh ja, zo. En dan ben je er weer. Herken je het een beetje? Dat je soms zegt van, oh, ik heb nou 10 trainingen gehad, maar waar doe ik dat ook weer van? En dan staat het daar genoteerd. Dus dat is mijn tip. Zo kun je jezelf monitoren dat je altijd bezig blijft met wat je graag wilt bereiken. En als je af en toe eens een keer afgeleid wordt, dan heb je dat als hulpmiddel. Dankjewel. Geen dank. Nou, dankjewel. Jij ook bedankt. Oké? Ja. Top.